Een illegale uithuiszetting, dat is er aan de hand. Ze overleggen geen bewijslast. Ze nemen gewoon met geweld mensen uit huis. Gewoon met geweld. Ja, maar de anderen die nemen gewoon klakkeloos hun werk over. Wat hun opdrachten. Dat zijn gewoon slaafjes. Opdrachten. Die worden ze mee grootgebracht. Strafbare feiten. Film die man. Meneer, wilt u maar niet aanrijden? Maar mogen of moeten? Nee. Maar deze, ja? En u bent hier een overtreding inbraak. Wil ik niet. Dat is geweld wat jullie doen. Ze willen geweld. I wanna see the world united and learn to live as one. I wanna see the world united, learn to live as one. I wanna see the world united, learn to live as one. I wanna see the world united, learn to live as one. La la, ye ando stingeli na bato, bakufela bituba. Zungi sa. Yando na mitu na ya batu bakufela nanzala Zala yando kokit na batu bakufela bitumba Songisa yando sengeli na batu bakufela nanzala We vliegen in één klap, hè? We have to bring the world together and learn to live as one. We have to bring the world together. U houdt zich aan de rest, ja? U houdt zich aan het gerichte waterweg? Oké, prima. U heeft mijn acceptatie, of een akte van non-acceptatie ontvangen. Zal ik even uitleggen wat wij komen doen? Ik doe strafrecht, ik assisteer de deurwaarde. U doet strafrecht? Dat zeg ik toch niet, of wel? Dat u civiel of strafrecht? Luister, wil je meewerken of niet? Nee. Oké. Nee, ik geef geen, absoluut geen stem. Toestemming. Nee, dat was duidelijk. Ja. Oké. Als je niet meewerkt, en dat geldt trouwens ook voor alle andere aanwezigen, wie belet of belemmerd zal worden opgehouden. Nee, laat mij even uitpraten. Wilt u eerst even tonen wie u bent? Heeft u een alle tijden. Ja? Alsjeblieft. Ja, nee. Mag zien. Ik mag het inspecteren. Nee, kijken. Nee, ik mag het inspecteren. Het teken zit erop. Mag ik de achterkant zien, meneer? Nee. Mag ik het de achterkant zien? Nee. Is dat vastgelegd? Ja, dat is vastgelegd. Want dat is niet een officieel pasje. Nee. Dat is mijn legitimatiepas. Nee, dat is een bedrijfspasje. Dat is geen bedrijfspasje. Ja. Prima, is jouw optiek. Luister, wie niet meewerkt, belet of belemmerd, zal worden meegenomen. Dan pleegt u strafbare feiten. Prima. U bent hier voor het volk. Nee, maar is het duidelijk wat ik zeg? U wordt gedagvaard. We zijn al allemaal bezig geweest. We hebben alle bewijslast. Zullen we even kijken hoe dat komt? Ja, is goed. Kom er zo even terug. Wij geven 3 maal geen toestemming. Oké. Strafbare feiten. Film die man. Dit is geen strafrecht, meneer. En jullie zijn dus medeplichtig. Stoppen. Criminele activiteiten. Ik doe nu de overheid, de politie. Wilt u deze man arresteren? Politie, wilt u deze man arresteren? De politie wordt hier gewoon, gaat gewoon negeren. Wilt u deze man arresteren? Is hij voor de veiligheid van de mens? Zou u dat nu willen doen? U kent het overtreding. Huisvrede breuk. Wil ik niet, meneer. Illegaal. Geweld wat jullie doen! Ze willen graag! Jullie gebruiken geweld, wij niet! Ik ga niet vrijwillig mee, jullie dwingen mij! Nou, bevel is bevel, hè? Dat kunnen jullie straks niet meer zeggen, hoor. Bevel is bevel. Zelfs maandag is een dag nu leven. De schier is een schel kulano. Naar schier het op de Ik ga met
busje gegijzeld. Ik heb aangegeven de... Onder dwang werd ik meegenomen ook. En ze noemden mij ook Renko van de familie De Gries. Dus de mensenrechten spelen, wat de politie hier nu doet, is zelf strafbare feiten plegen. We zijn met 50 man, stonden we daar, dat het geen rechtsgeldige vordering was. Het is ook een van de agenten. Hey, ik heb gevraagd, jij mag mee. Ja, en meneer, de laatste zijn al in deze trein. Wij worden hier nu meegenomen naar het politiebureau. We zijn gegijzeld. We zijn gegijzeld, ontvoering. Ze hebben gewoon het hek opengeknipt, zonder toestemming, zonder rechtsgeldige vorderingen. Allemaal strafbare feiten van justitie, zogenaamde justitie. Oh, wat gebeurt hier? Ongelooflijk. Van Omroep Friesland, volgens mij. Ja, volgens mij. Wegwaterdocumenten, handtekening, naam, functie. Deurbedragen heeft hij niet, de officiële positie heeft hij niet. Hij kent dat ook, dat dat zo is, maar toch, ondernemen ze deze actie. Ja, en waarom zijn ze niet rechtmatig? Omdat ze niet zijn ondertekend, zo de juiste persoon, omdat ze inhoudelijk niet klopt. Maar waar het om gaat, is dat deze hele actie, ja? Deze hele onrechtmatig is. Ja, okay. Wij vragen aan de politie, aan de deurwaarders, aan de officiële justitie, toon ons de rechtmatige documenten, ja. Dat lijken wij. Ja. Maar dat doen ze dus niet. Nee, de mensen moesten het huis uit omdat hypotheeklasten niet worden betaald. Omdat onder andere, toch? Ze wouden wel betalen, ze hebben gevraagd om het rechtsgeldige document. Ja. En dat is de originele hypotheekovereenkomst. Ja. En die hebben ze niet kunnen tonen. Er zijn hier een aantal mensen bij die initiatiefnemers zijn van het Volkstribunaal. Ja. Aan het Volkstribunaal is het recht van het volk. Ja. Die kant op. Prima, links. Maak foto's voor Facebook. Maak ze. Mag ik jou een vraag stellen? Nee, ja, ik niet. Oké. Of je nog rustig slaapt s'nachts?